De politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek, BEP, heeft vanmorgen een aantal goederenpakketten, achttal, internaten van stad, district en het binnenland overhanden. Elk pakket heeft een waarde van 2500 SAD. De partij heeft dit gedaan in het kader van de herdenking van de Dag der Marons. Volgens BEP-voorzitter Ronnie Assabina staat sociale rechtvaardigheid hoog op de agenda van de partij. We komen te weten de problemen van de samenleving. En wij hebben besloten om in het kader van 10 oktober een gebaar te maken naar de samenleving. Op dit moment hebben wij ons gebogen op welke wijze dat zou moeten geschieden. Uiteindelijk hebben we gezegd, wij gaan opvanginstellingen waar pupillen, jongeren, scholieren worden ondergebracht, wij gaan een gebaar aan hun maken. Omdat die Oussabi sama naar de Noobu en Omega selectie die internaat voornaam Oekin staat in districten. Ja, worden ondergebracht. Dat ook de ding dat die de internaat dat die wat gebaar omdat die Oussabi ook dat die aan Noobu ligt in die A samenleving ook voor NAMCO die internaten. De internaten die aanmerking zijn gekomen voor een pakket zijn onder andere internaat Abadou Kondre en Stoemans Eiland. In Paramaribo zijn het onder meer het Sailand, Asewatono en het Christoforus internaat. Ook een internaat in Para en Inta Balingsula kregen een pakket. Edgar Dikan, ondervoorzitter van de BEP, heeft bewondering voor het personeel van deze instellingen voor al het harde werk dat zij dagelijks verzetten. Ik wil mijn erkentelijkheid uitspreken voor het werk dat u doet om ook voor de Surinaamse samenleving jongere, volwaardige burgers voor te bereiden die later een man of een vrouw in de samenleving worden. Bedankt voor dit alles en natuurlijk rekenen we op u. We weten dat u onder heel zeer moeilijke omstandigheden dit werk moet klaren. Desalniettemin staat u elke dag weer op met de nodige energie en nodige motivatie om dit werk te klaren. Bedankt en in het kader van 10 oktober, de herdenking van de vrede, hebben wij als politieke organisatie gedacht van laten we het op deze manier doen. En natuurlijk komt daar weer dat stukje van die strijd geleverd in de 17e eeuw, 18e eeuw, weer tot uiting om samen in eenheid op te trekken. Bedankt en veel wijsheid. Edgar Dikan, ondervoorzitter van de politieke partij BEP. Hij sprak vanmorgen tijdens de overhandiging van goederenpakketten aan een achttal internaten van stad, district en binnenland. De overhandiging vond plaats in het partijcentrum van de BEP aan de nu weer gevonden weg en is gedaan in het kader van de herdenking van de Dag der Marons.